Dat is van Magnorail. Zo heet dat. Het is ook van het fietsertje op 0.5. Er zit gewoon een magneetlaadje op. Ja, er zit een eindeloze ketting onder met magneetjes. En aan de auto zitten ook slepertjes met magneetjes. En daartussen zit gewoon een wegdekje. Ze worden gewoon voortgeslepen. Ja, klauwtjes van die plastic eromheen. Zou ik dan met een magneetje onder het chassis, zeg maar, slepen? Ja. Dat is voor kleinere objecten. Dat is een zwaar slijper. Neolithium magneet drank. Er zit zo'n roze magneet. Ronde van? Ja, van levensstof. Ja, 1000 ronden van levensstof. 6 euro per elkaar sturen. Zo dan. Het is een beetje te gek van. Ja. Ja. Maar door de regen hoor, en dan met al die slipbandjes. Ja, ja. Viesman, ja. Ik heb een zaterdag. Mijn nummer 1 is dit als een Spaans. Ja. Nee, Vincent is de kip trouwens ook met andere baantypes, zwanen. Ja. Thank you.
Maar het is niet zomaar zoals de 500 unit. Nee, ik gebruik zelf voor half nul, hoe heet het, een Australische merk. Ik had ook nog natuurlijk helemaal van gemaakt. Ja? Alleen je had een achtergrote doos, maar dat is dus een soort energie. En nog een doos, dat is de andere. Nou, dan moet je wel heel goed. Maar geen drankprobleem. Nee, ja. Dat is heel winkel. Dat is een koude kop. Nee, het is een heierserij en bovendien heb ik met IP-lijn of een perfect systeem hiervoor. Want dan kan je eerst een beetje positioneren. Die lijn is ongeveer ten harte. En als je zit in de plekje dan een lampje erop. Maar los gaat en een draad. Onder invloed van die lijn wordt hard en dan knap. Ich sehe hier einen Platten, da wird schon etwas bewegen. Da ist sogar ein DKW. Kommst du, ja? Da oben. Ja, guck mal eben, worüber gesprochen, ich glaube. Ja, siehst du?